mensen. Ik wil vandaag citeren uit het boek van Pim Fortuyn. Het beste boek volgens mij, De Verwezen Samenleving. Op weg. En daar citeert hij onder andere een stuk uit de Bijbel, uit Jesaja 65, vers 1. Ook al vraagt mijn volk niet om raad, toch sta ik klaar. Ook al zoekt het mijn bescherming niet, toch laat ik mij vinden. Zij roepen mij niet aan, en toch zeg ik, hier ben ik, hier ben ik. 15 jaar geleden, Jennifer zei het al, werd op deze plek Pim Fortuyn vermoord. Een lafhartige aanslag maakte een eind aan zijn leven. Het is alweer 15 jaar geleden, maar nog steeds denken wij aan hem. Met vele andere Nederlanders. Wat wordt hij nu geprezen? Ook door zijn politieke tegenstanders van toen. Wij hopen dat hij dat nog allemaal tot zich nemen kan. Gedachtegoed van Pim Fortuyn, heel belangrijk. Een vurig pleidooi voor meer aandacht, liefde en respect voor de kernnormen en waarden van onze eigen cultuur. De samenleving moet voldoen aan de eisen van de moderniteit, zei Pim Fortuyn. Ieder inwoner van Nederland moet streven naar een samenleving waarin men voor elkaar zorgt en ook anderen wil helpen en verzorgen. Weg met de individualisering, zei hij. Normen en waarden, rust en orde. Werk, veilig voelen en toekomstperspectief. Daar een aantal kernbegrippen van. En dan komt hij met die kernnormen en waarden komt hij tot een negental spreuken die vandaag de dag zo nog weer kunnen worden geuit. Want het lijkt eigenlijk de gewoonste zaak van de wereld, maar dat was het toen niet in 2002. Hij begon met te zeggen dat er volledige scheiding tussen kerk en staat. Vrijheid van meningsuiting. Vrije markteconomie. Parlementaire democratie. Het gekozen parlement heeft het laatste woord, maar niet alleen de meerderheid beslist, maar ook respect voor belangen en meningen van minderheden. Geen fundamentalisme. En dan het vijfde punt, niemand staat boven de wet. In Nederland moeten de drie machten, de uitvoerende macht, de rechtsprekende macht en de wetgevende macht, gescheiden zijn. En het parlement controleert de regering. De rechter is onafhankelijk en toetst aan de wet. Dan het zesde punt. Mannen en vrouwen zijn gelijkwaardig. Zevende punt. Individuele verantwoordelijkheid. Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen daden. Eigen verantwoordelijkheid wordt bestuurd door het individuele geweten en de ontwikkeling daarvan. Grote rol van opvoeders, onderwijs, godsdienstige en levensbeschouwende organisaties in Nederland. Samenwerken en samenleven. Individualisme en vrijheid hebben wel eens hun beperking. Het gaat om het collectief, met normen en waarden. De overheid is het voor de burger en niet andersom. Naleven van de rechten van de mens en de internationale verdragen. Zelden heeft een politicus zo succesvol over zijn graf geregeerd als Pim Fortuyn. 15 jaar overleden en toch regeert Pim Fortuyn soeverein over zijn graf. Alle politieke partijen en zelfs politieke partijen waarvan de voorlieden Pim Fortuyn verketterden tijdens de memorabele verkiezingscampagne in 2002, tonen zich nu opeens schatplichtig aan Pim Fortuyn. Ooit behoorde Pim Fortuyn toe aan de Partij van de Arbeid. Hij was naartoe. En dat was de partij die Pim het politieke licht niet gunde. Pim Fortuyn had geen glazen bol nodig. Hij voorspelde dat de PvdA uit de verkiezingsgunst zou verdwijnen. En wat is er nou gebeurd? Ja, het is zowat, is de Partij van de Arbeid verdwenen. Pim Fortuyn voorspelde het al en had het al opgeschreven. Pim Fortuyn schrijft daar kort voor zijn gewelddadige dood in De Verwezen Samenleving. De PvdA
heeft roofbouw gepleegd op het gemeenschapszin. De PvdA heeft de burger vervreemd van zijn lokale bestuur. Via gemeentelijke herindelingen en door schaalvergroting in het onderwijs, in de ziekenhuizen, in verpleegcentra en in het politieapparaat. Geen persoonlijke hulp, maar wel een SOFI-nummer. Mensen worden nummers en krijgen tegelijkertijd te maken met de Europese regels uit Brussel. En de Nederlander wordt niet gehoord. Toen niet, maar nu nog steeds niet. Niet op zijn bedrijf dat groter is geworden. De Nederland werkt bij bedrijven die worden gerund door managers en niet door ondernemers. Denk aan de gezondheidszorg ook. De Nederlander wordt niet gehoord door de politici in Den Haag. Die zijn namelijk bezig met het springen over hun eigen schaduw. Wim Fortuyn beschrijft hoe de Haagse partijelites naar een achter van maatjes moet schuiven in politiek en openbaar bestuur. Wim Fortuyn schreef ook het medicijn voor tegen het verwezen zijn van de burger. Namelijk, de politieke leiders moeten normen en waarden stellen. Zij moeten zichzelf weer leiding geven. Niet alleen nadenken en besturen aan ambtenaren overlaten, maar politiek, onderwijs, sociale zekerheid en zorg moeten weer georganiseerd worden in de buurt met niet zoveel managers. Waar het om draait, is dat steeds meer mensen zich verweest voelen. En dat is het ergste wat er is. Ik durf de naam haast niet te noemen, maar ik noem hem toch. Wat moet Volkert van der Graaf zich een groot verliezer voelen? Hij beoogde één politicus het zwijgen op te leggen. En nu loopt hij alweer vrij rond. Schandalig. Hij had levenslang moeten krijgen, naar mijn mening. Hier op deze plek heeft hij Pim vermoord. Politieke moord. De eerste in Nederland. Nu spreken bijna alle politici Pim Fortuyns ideeën uit. De puinhopen van Paas, kent u het nog wel? Het boek wat hij geschreven heeft. Ja. Dat is nog steeds actueel. En het zou zo op de tafel gelegd kunnen worden van de formateur op dit moment. Want al die problemen die Pim beschreef daarin, die zijn er nog steeds en die moeten opgelost worden. En dat is nog steeds niet gebeurd. Pim Fortuyn is veel te vroeg gestorven. Pim, rust vredig in de grond van Provenzano. Wij zullen je blijvend gedenken. At your service.